Yo, Christophe. Dan gaan we niet te veel rond de pot rollen. Ik ga je nog eens keer vliegen. Ik ga je eerst een keer een kleine tour geven door mijn grief, wat ik gebruik en hoe dat in mijn koor zit. Zodat je dat weet, kind of, wat komt van waar. Right. Dat is mijn pedalenduurse. Mijn gitaar is geconnecteerd, dat is dat woord. Voilà, connected. Naar mijn stembak, vandoor naar mijn wah-pedaal. Die wah-pedaal is een crybaby. Met die knop die je een frequentie kunt instellen, zodat je gaan vrije liermeets of vuurmeets. En mijn eigen gebouwde boost. Twee knopjes aan de andere kant om in feite een frequentie te stellen en de Q, hoe scherp dat die wilt. Van de stembak ga ik naar mijn boostpedaal, wat dat in feite niet eens een drivepedaal is, maar een equalizer is. Die ik instellen op een enorme boost op 800 Hz. En al de rest buik gewoon af, dus zelfs mijn uurtuur buik af. Zodat ik enorm veel meets krijg. Je ziet dat de level volledig onderstuit, zodat mijn output van mijn gitaar en van mijn effecten, heel mijn kuilen, enorm vergroot, dus de input van mijn versterker enorm vergroot, zodat ik dan meer drive krijg, alsof dat ik met een ongelooflijke vette humbucker aan het spelen ben, tegelijkertijd dat nog altijd de sound van een single coil. De grote duurzaam hier, is in feite, ik gebruik dat in feite vrij weinig. Dat is enorm veel knoppen, maar een keer dat dat ingesteld staat, kom ik er niet meer aan. Die is om mijn tijd van mijn delay in te stellen. Dat is gewoon een gehalte reverb, enorm veel reverb, hier reverb. En die soms, het hangt er vanaf wat programma dat ik heb, gebruiken als een volume boost. Zodat ik in feite ook eigenlijk echt boven de mix moet komen, ondanks een clean of een distortion klank, maakt niet uit. Met die in te doen, echt een klein volume boost. De versterker is mijn Lee Jackson. Dat is een lampversterker met twee kanalen. Alles wat de rest van het knopje is mijn clean kanaal. Dat zijn gewoon vier knoppen, dat is gewoon een equalizer en level. Links van het lijstje heb ik mijn drive channel. Dat is volume, treble, de frequency van de mids. Mids dan, bass, more en preamp. Preamp is dus in feite mijn aantal gain en more is in feite het voelt dan als compressie. Dus ik kan mijn preamp leer zetten en mijn more volledig onder zetten. Dat gaat een clean klank hebben met enorm veel compressie. Dus enorm ja, vet. De twee volledig linkse knoppen, is duidelijk presence en level. En dan heb ik wat knoppen voor te zeggen van mijn effecten staan aan of MTA, dat is ook handig. Dat is als ik in feite mijn master luid willen zetten, zonder dat mijn uren willen kapot blazen, gewoon het MTA instellen en dan maximum als gelijk aan het master volume terugdraaien en in feite stilder spelen, zonder dat ik in feite gain verliezen. Wat dat die versterker enorm goed maakt, omdat de meeste lampversterkers zijn het probleem dat ze alleen maar goed werken onze beste geluid klinken. Kan soms wel een keer een probleem zijn. Die voetbedieningen die je juist zag, dat is eigenlijk aangesloten aan dat bosrek. Dat bosrek is in feite een L-spel. Was een vrij goedkoop spel eigenlijk. Ze zijn eigenlijk een combinatie van 23 bospedaaltjes zitten erin. Maar ik gebruik in feite juist de noise gate, de delay en de reverb. De heerst dat momenteel duurt is dat klein noise kanieren, omdat ons kleine licht te slubben. En miljoen of zo ander woord hè. Natuurlijk, je vraagt af, je gaat er wel veel van doen als je zo wat kadai zit hier met de gitaar, maar gelijk dat je van onder ziet, zijn er zo vier laagjes door. En die vier laagjes gaan aan als ze beginnen kadai te geven. Dat is een woordje uitleg over mijn versterkingen. En nou, spelen!